kijken naar het bord. Marco Meijer, de scheidsrechter, geeft door dat er wat veranderd moet worden aan het bord. Marco Meijer, de scheidsrechter, die ook zijn Lakeside debuut maakte. De laatste editie, zelfs de finale mocht callen. Dus het was in alle opzichten een zeer goede Lakeside voor Nederland. Aouché is natuurlijk al, die gaat al een tijd mee en is veel in Nederland te vinden. Het is ook wel een geweldige gast. Hij krijgt het wel voor elkaar om grappen en grollen af te wisselen met serieus darten. En ook op zijn tijd daar nog een glimlach na te toveren. Duimpjes omhoog bij Aouché. Prince heeft het Hongaars open op zijn naam staan. Afgelopen dit jaar de eerste ronde Lakeside van Willy van der Wiel. Ja, 4 triple 20's. De eerste twee beurten. Dus die schiet er als een raket vandoor tegen Prins. Flinke voorsprong voor Silverback. One and run. 126 zo dadelijk. Na 9 darts. En na 9 darts op een finish staan. Dan doe je dat goed. Ruimte zat tegen deze Prins. Bullseye, gaat hij hem gooien? Gaat hij daarvoor? Nee. Zet hem rustig weg voor dubbel 16. Juiste keuze van Tony Aouché. Voor de eerste leg van deze finale. Pats! Boom! Goeie leg van hem. Van de 1-0 voorsprong dus. Het is best of 5 sets. Dus 3 gewonnen sets. Noodzakelijk om de Dutch Open te winnen. €4.500 is het prijzengeld voor de winnaar. De helft ligt klaar voor de runner-up. Linksander Dave Prins, die nog niet helemaal het gevonden heeft in deze finale. Maar deze tweede leg van Aouché is ook wat minder van kwaliteit dan de eerste was. Lichte voorsprong, maar die kan Prince natuurlijk wegwerken als hij de triples wel weet te winnen. In ieder geval eenmaal nog eentje voor een finish, ja. Dat krijgt hij voor elkaar. En dus heeft hij 138 staan een finish zo dadelijk. Aouché zal toch ook wel twee triples willen hebben om daar wat druk op te zetten op die 138. Maar ja, als hij geen enkele triple gooit, geen finish ook voor Aouché. 6 darts, 138, Dave Prins om er 1-1 van te maken. Naar de 18 toe, nee, blijft hier. Moet hij achter nog een keer afstrepen, dat gebeurt dan hier. En zo haalt hij dus tops over. 140 voor Aouché om dat ook te houden en dat krijgt hij voor elkaar. 140. Maar hier is Prins. Thank you, require 14. Tops voor hem.
Lijkt een aardige marker. En moeten nu naar dubbel 10. 20. Turning record 14. Gretig gezicht. Ja, paf! Dat is aftrappen. Ja, als je tegenstander drie pijlen laat liggen op de optie en jij pakt hem met de eerste lekker in het midden. 2-0 de voorsprong voor O'Shea in deze eerste set. 16. Als je begonnen met 60, maar 41. Prince profiteert daar alles behalve van 41 voor hem. Dus even doorblazen en opnieuw beginnen in deze leg. 100. Honderdveertig. Ook de score voor O'Shea, die wat minder piek en dalen kent. Prince met name veel wat dalen. 99, 101. Geen finish voor Prince. 101 voor O'Shea voor de eerste set. Geen triple 19 voor dubbel 12. Dan haalt hij er toch ook naar zijn eigen idee te weinig vanaf 52 zo aan twee pijlen te doen. Hij gaat naar dubbel 16. Voor de eerste set. Dubbel 8. Ja, ja. Tony O'Shea. Second set, first leg. It's David Twofer's game on. Dat was toch wel de set die O'Shea was begonnen, maar Prince heeft weinig weerstand geboden. Zeker niet in de legs die door O'Shea waren begonnen. In die tweede leg waren er ook wat mogelijkheden voor Prince. Hij kwam op tops uit met drie pijlen in de hand. Hij pakte hem niet, O'Shea wel met één pijl. Dus wil Prince 16. Nog iets van deze finale maken, dan heeft hij iets speciaals en iets snels nodig. Om het tijd te doen keren. Ja, de eerste druk bij O'Shea is er natuurlijk af. De eerste set is binnen en deze leg begonnen door Prince. Voet dus even van het gas gehaald door Silverback. En dat levert een ruime voorsprong op voor Prince. Thank you, record 161. Kom maar op een manier. Triple 17. En bullseye voor 161. Dave Prince mist daar de bullseye. Weliswaar ruim. Maar goed. Ingrid Velde afwegen. Tony O'Shea. 85. Dave, you require 48. Dubbel 16.
En de eerste leg voor Prins is binnen. Second leg is Tony de Twon first. Game on. Net een wat mindere leg dus voor O'Shea. 140. Hij lijkt anders van zins in deze. Prins heeft er twee in. En parkeert er nog eentje bij. Wat Prins kan. 180. Kan O'Shea ook. Ja, dat is wel straf. 45. 140, 180. Wat kan Prins vanaf 2,76? Dikke score zou goed uitkomen, maar die dikke score blijft uit. Dus ruimte voor O'Shea. 41. Geen finish voor Prins. 81 staan voor O'Shea. Dan laat ons 32 over, dubbel 16 zo dadelijk voor O'Shea. Dikke score komt nu wel voor Prins, 140. Maar dat lijkt te laat. Dubbel 16 voor O'Shea om er 1-1 van te maken in de tweede set. Ja, dat is Hinshaw en de second guy, Tony O'Shea. Third leg is Dave to 12 first, game on. Ja, en als de triples vallen en de dubbels ook. 24. Dan ben je favoriet om de titel te grijpen. Om deze Dutch Open te winnen. Hey. 116 punten achter Prins. Zijn leg. Wat ook zijn set zou moeten worden. 100. Komt dus bij, maar O'Shea kan nu weer weglopen. Eén triple dan. 60. Nee, dat blijft achter. Maar twee triples en een finish hadden opgeleverd. Nou, Prins profiteert niet en dat is echt zo'n beetje een puntje. Dat hij het randje zeg maar opzoekt. Kijk. En de tweede voor O'Shea. Dubbel 8. Daar is hij inderdaad. En binnen. Ja, de dubbels gaan perfect. En zo neemt O'Shea in het tweede set een 2 in voorsprong. Staat hij dus een break voor. En als hij die effectief weet te maken, dan is de tweede set voor hem. En kan het dus zomaar ineens een heel eenzijdige finale gaan worden. 140. Waar O'Shea het niveau haalt wat noodzakelijk is. Wonderland.
60. De stappen die O'Shea zet zijn gewoon groter dan die van Prins. Verschil van 140, dit is de gelijkmakende slagbeurt. 100. Het voordeel van de darts ligt bij O'Shea. '95. 106 zo dadelijk. Voor de set. En gaat Prins na deze drie darts een finish overhouden. 95. Dat is wel... Dat is enige druk, maar ja, Prins 146, je ziet het hem niet doen. En hier is de O'Shea 106 voor hem. 18. Terug naar de 20. Dat was de bedoeling. David Requal 146. Ja, dit zou zo'n moment zijn om de wedstrijd om te keren. 146 voor Dave Prins. Hij moet hem eigenlijk gooien, maar gooit hem niet. En dus is het O'Shea die zo dadelijk terug kan komen. En de tweede set kan gaan pakken vanaf 67. Eerst richting de 17. Triple. Wat een single. 18 en dubbel 16. 18 dubbel 16. O'Shea in de sets. 35. Hier laat hij die kans liggen. Twee darts voor tops. Dave Prins. Eén dart voor dubbel 10. En die pakt hij. Dave Prins. En zo breekt hij terug. Maakt hij 2-2. Fifth leg is Dave the Throne first. Game on. En mag hij dus de vijfde leg gaan beginnen. Waar O'Shea dus één dart liet liggen om de set zich toe te eigenen. En nu moet je maar zorgen, O'Shea, dat je bij Prins in de buurt blijft. Die met 140 opent. Zet een stapje, maar daar kom je toch niet meer bij. Dus gaat hij naar beneden. 76. O'Shea nummer 5 van de BDO ranking. 138. Waar Prins niet in de top 20 staat. Finish voor O'Shea zo dadelijk 164. Eerder op een finish dus dan Prins. Die kan er nu naartoe werken, maar niet zo. Met twee keer een triple 1. Dat schiet niet op. En weer. Dat is voor de tweede keer in deze dag. Ook in de halve finale had hij een score van 9. Met 3 darts in de triple 1. En geen finish voor Prins, wel voor O'Shea. Die hier zeker niet tevreden mee is. 121 zo dadelijk. Maar ja, Prins door die 9 scoren van zo even, geen finish voor hem. Hallo. 4 darts achter elkaar in de triple 1. 40 frame. Tony Requal. En nog steeds geen finish voor Prins. Ja, dubbel 8. 121. Oh, O'Shea. 114. Ja, net miste hij een dart voor de sets. Nu weer.
133. Goeie score, Prins, maar het lijkt net te laat. Toch? Prins op tops, maar O'Shea eerst. Dubbel 4 voor het binnenhalen van de tweede set. Ja, ja! En de tweede set, Tony O'Shea. En de derde set. O'Shea mag hem beginnen. Even een slokje voor O'Shea. Na die 44 score van zo even. Daar pakt hij nu wel triple 19. Prins. Ook hier een triple 19 gepakt door O'Shea. Want twee beurten achter elkaar zonder triples. Dat is niet wenselijk. Als je deze finale op je naam wil schrijven. 2-0 voor is natuurlijk lekker. 16. Maar als je je tegenstander eronder hebt, wil je hem ook geen reddingsboei aanreiken. Dat is beter. Zo is ook duidelijk aan de mimiek van O'Shea zelf af te lezen. 95 zo duidelijk. Met Prins die daar wel een triple vindt. En als hij daar blijft, ja, een finish overhoudt. Maar eerst O'Shea vanaf 95. Mist daar de boel. Triple 17 voor dubbel 18. 79. En de kans voor Prins. Een kansje. Maar met O'Shea op dubbel 8 moet hij eigenlijk deze 121 gaan finishen. Dat kan nog steeds. Dubbel 14. Voor een 121 finish van Prins. Hoeveel heb ik ook? Hoeveel heb ik over? Wat moet ik gooien? Dubbel 14 voor de... Oeh, nee. Er was er eentje geweest. Tony requires 16. Hij leek ook te zeer van slag. Wist ook, leek het in ieder geval niet wat hij erover had. Dubbel 8 heeft O'Shea over. Dat weet hij en dat gooit hij. De eerste Tony O'Shea. Second leg is David Rowe first. Game on. Het zijn die kleine kansjes die Prins heeft gekregen. In een finale waarin hij 140. Zal moeten toegeven dat hij niet goed speelt. Maar als de kleine kansjes ook niet worden gepakt, 100. Dan zit het er niet in. Natuurlijk is er altijd mogelijk tot een geweldige comeback. 16. Maar ja. Wanneer ga je die beginnen? Blijft op gelijke hoogte, O'Shea. Dus bij een mindere score van Prins. 43. En dit is een mindere score van Prins. 43. Zou je daarvan in ieder geval willen profiteren? En dat gaat O'Shea wellicht doen. Die laatste tweede pijl is wat onhandig. Blokkeerde de boel een beetje. Prins moet naar deze drie pijlen op een finish dan. En dat krijgt hij voor elkaar. Maar O'Shea kan hem beter wegzetten. En doet dat. Ja! 77. Geweldig weggezet door O'Shea. Dubbel 12 over en Prins 158, twee keer triple 20, dubbel 19.
Mwah! Het gaat ook niet. Dus om te breken. En één leg verwijderd van de zegen van de Dutch Open hier. 2012 in Veldhoven. Dubbel 12. Tony O'Shea. Silverback. Goed op de dubbels vandaag. En dat blijkt ook nu. Tony O'Shea. Eén leg nog nodig. Leg die zelf begint. Niet goed begint. Laatste kans voor Prins. Ja, op zich zou O'Shea natuurlijk perfect in het rijtje van Dutch Open winnaars passen. Daar staan geweldige grote namen. Natuurlijk ook wat verrassende namen in de laatste jaren, maar... 140. De meest verrassende naam was misschien wel 10 jaar terug, Sean Greatbatch. Dat was de dag dat hij hier dus die 9 darten gooide. In de finale tegen Steve Coots. Misschien ook Tony Eccles in 2005, ach. Voor de rest, ja, Van Barneveld. Adams een paar keer Fitton. Thornton, Waits. Dat zijn de winnaars van de laatste jaren. En daar kan O'Shea bij, want hij staat op 61 voor de wedstrijd. Gaat hij richting de 15 of naar de single ball? Dubbel 16. Het is voor het toernooi. Het is voor de titel. 29. Die laat hij liggen. De eerste matchstart, maar 101 voor Prins. Om zijn verblijf op het podium te verlengen. Het kan natuurlijk wel. 1 en tops. Wat gaat hij doen? Hij gaat naar 9, naar dubbel 16. 101 Prins. 69. Dat was de kans. En nu is het terug. Tony O'Shea. Dubbel 16. Zijn er mensen in de zaal die gaan staan? Om de winst van O'Shea te vieren. 2012, dat is op een zin. Tony O'Shea. Tony O'Shea wint de Dutch Open 2012. Prima gemiddelde 94,91. O'Shea duidelijk de betere in deze finale van de Dutch Open. En hij is dus de opvolger van Martin Adams. Tony O'Shea wint Dutch Open 2012.